Welkom weer bij deze nieuwe shoplog van Jumbo. Ik heb weer Jumbo boodschappen gedaan, zoals eigenlijk elke week. Ik ben ook nog bij de Albert Heijn geweest deze week. Dus ik neem dit eigenlijk ook op nadat de week voorbij is. Ik heb de boodschappen dus gefilmd gedurende de week. En ik ben eigenlijk maar één keer naar de Albert Heijn geweest om wat anders erbij te halen. Dus dat ga je ook zien. Maar we gaan van start met de Jumbo. Dus laten we snel kijken wat ik allemaal bij de Jumbo heb gekocht. Ik heb het even in de woonkamer gezet, want mijn hele aanrecht staat nog vol omdat we net gegeten hebben. Even in de woonkamer dus. En dit zijn als eerste de diepvries- en de koelkastproducten. Ik heb hier een pak halfvolle melk van het Jumbo-merk Magere Yoghurtdrink. Optimaal aardbei. Karamelfla. Lacto-free halfvolle yoghurt. Ik heb toch wel vaak last van mijn buik van Griekse yoghurt of gewone yoghurt. Dus ik wil even kijken of het daaraan ligt als ik dan dit ga eten of het dan beter gaat. Citroenen. Aardappelschijfjes, sucadelapjes, gerookte spekblokjes, Chinese wokgroenten, crème fraîche, een bonaboter, kabeljauwfilet in de diepvries, vlamtosties, diepvries spersiebonen, twee pizza's, een diavola en een hele nieuwe variant van Wagner pizza, Ernst Wagner's original diavola ook. De pizza van Michella die ligt er nog in de vriezer, dus Steven heeft twee. Andijvie voor de andijviestampot. Appeltjes. En vleeswaren voor het brood. Ik heb hier kipfilet, salami, bacon, dat is voor de ovenbekenschotel en kippengrillworst. Ja, en dan ga ik even de rest neerzetten nu. En de volgende lading staat ook weer klaar. Ik heb hier afbakbroodjes, 3 halfjes fijn volkoren. Banaantjes. Ik heb hier popcorn voor in de magnetron. Kleine zakje chips, leuk voor de kinderen. Een courgette, een komkommer en chips. Volgens mij is het een beetje misgegaan, want ik had er 2 voor Michella ingedaan. Volgens mij heeft ze er nog 2 bij gedaan. Dat zijn de Sunbreaks Multigrain Chips, sweet chili en een andere smaak. Dus dat. En ontbijtkoek. En de volgende lading staat ook weer klaar. Het is echt aardig wat. Ik heb hier Jumbo ijskoffie. Michella probeert het nu steeds zelf te maken. En het is het steeds net niet. We zijn eigenlijk een beetje aan het proberen om een lekkere ijskoffie te vinden. Dus we gaan deze even proberen. We hebben bijvoorbeeld Dolce Gusto 2 keer Chocochino caramel. We hebben een sandwich spread. Een groentespread. Dat is voor Project Gezond. Daar staat het weer een paar keer deze week. Nescafé frappé, daar doe je dan koud water bij en dan heb je ook een ijskoffie. Van Starbucks, caramel macchiato, super lekker. Mijn kinderen hebben weer wat dingen in het mandje gegooid. Hazelnoot chocoladeballen, die had Steven besteld. 3 keer pasta, zo'n instant pasta, dat vindt Michella heel erg lekker. Jodenkoeken met kokos. Autodrop, snoepjes, volkoren beschuit, dit zijn noedels, tenminste die echt eten, de mee-noedels, ik heb hier een woksaus met de teriyaki smaak. Ik had eigenlijk andere ketchup van Gotan, maar die was er niet, dus ik heb gratis van het Jumbo merk deze gekregen. Basmati rijst, een Yo Fresh van Calvé, 2 maal broodworst. Calvé knoflooksaus, voor Rosa Jogolino banaannatoetjes, zakjes met jus. Ik heb hier lekkere koekjes, dat zijn de prinsessen aardbei, die vindt Fleur heel erg lekker. Nou ja, eigenlijk vinden andere kinderen deze wel lekker. Ik heb hier 2 maal bestonje, dat was een aanbieding, bestonje duo en gewone bestonje. Ik heb hier andijviekruiden. En nog een zakje jus voor stampot. Ik denk eens even kijken of dat lekker is. 3 potjes voor Rosa. Dit is met pompoen, kip en rijst. Dit is met broccoli en zalm. En een tomaat, ham, macaroni. En ik ga de rest weer even neerzetten. En dit is de laatste lading die klaar staat. Ik heb hier een pak appelsap van het Jumbo merk. 4 maal Fusty mango smaak. 2 maal Carvan Zevitan.
Hier de frambozensmaak. En daar cassissmaak. Tweemaal. Verkeerd om. Appelsap. Drink Michelle graag. Aardappeltjes. De grote. Lekker snel klaar schillen dingen. Extra kruimig. Die vind ik altijd heel lekker. En een Glorix Bleek. Zoals ik al zei, was ik niet alleen naar de Jumbo geweest, maar ook even naar de Albert Heijn. Ben ik samen met Fleur geweest van de week. Fleur met een kleine karretje. En ja, dan zijn we samen gaan winkelen, wat dingetjes gehaald. En dat zien jullie nu eventjes. Ik ben met Fleur naar de winkel geweest en dan heb ik inderdaad weer wat dingetjes gehaald. En normaal zien jullie dat niet in de shoplog, maar ik zal het delen. Ja, doekjes. Deze vind ik heel fijn voor op het aanrecht. En dan elke dag een schone. En dit zijn mooi kleine doekjes. Pannenkoekenmix. Koekjes, voor koekjes te bakken. Toiletpapier, want die was ik vergeten bij de boodschappen. Afwasmiddel, geraspte kaas en een rauwkostsalade. Ja, er waren niet heel veel boodschapjes, maar toch leuk om even te laten zien. Ik ga natuurlijk even laten weten wat ik kwijt was bij de Jumbo en bij de Albert Heijn. Bij de Jumbo was ik 152 euro kwijt. Ik had toch wel veel boodschappen. En bij de Albert Heijn was ik 15 euro kwijt, dus... Dat valt dan ook wel weer heel erg mee. Maar goed, 152 en 15. Dus totaal ben ik 167 euro voor deze week kwijt. Ja, zo snel gaat dat dus, hè. Ik laat jullie even zien wat we gaan eten deze week. Of wat we hebben gegeten deze week. Want ik neem dit dus later op. Eigenlijk de dag voordat het online komt neem ik dit op. Dus ik laat even zien wat we hebben gegeten deze week. En ja, hopelijk halen jullie iets van inspiratie uit. Ik ga het even zien. Ja, het weekmenu hangt weer aan de koelkast. En op maandag hebben we aardappelen. Hier staat rode kool, maar ik heb broccoli gemaakt. Broccoli en een krokante schnitzel hadden we erbij. Dinsdag hebben we andijviestampot gegeten met spekjes en rookworst. Woensdag ovenbekenschotel. Dat is een recept van de Jumbo. Ik zal het linkje in de beschrijving weer neerzetten. Dat hebben we woensdag gegeten. Donderdag heb ik van Project Gezond een recept gedaan. Dat is kipfilet, wokgroente en woksaus. Dat was teriyaki saus en noedels zaten erbij, woknoedels. Ik vond hem niet geweldig lekker, maar we hebben het gegeten. Vandaag staat er op het programma kabeljauwfilet, aardappelen en groenten. Maar we hebben nog best wel veel eten over van deze dag. Dus de ovenbekerschotel en de kipfilet. Dus ik denk dat het restjesdag wordt. Maar dit stond eigenlijk op de planning. Dus mocht Danielle alsnog mee eten vandaag, dan maak ik dit. Zaterdag krieltjes, ongepaneerde schnitzel en groenten. Nou, dat is vaak dan sla, want bij krieltjes of gebakken aardappeltjes vind ik vaak sla heel erg lekker. Zondag rijst, kip en groenten. Waarschijnlijk broccoli. Maar ik denk dat het dit keer boontjes worden, omdat we hier al broccoli hebben gegeten. Ik denk dat ik hier de boontjes te pak uit de vriezer. Dus ja, dat is wat wij gaan eten deze week. Dus ja, ook geen pizza deze week voor de kinderen, voor mijn kinderen dan. Ik ben ook niet bij Agnes wezen eten. Ik heb even de hele week Project Gezond, kijken wat het doet. Kijken of echt wat kilo's eraf kunnen gaan. Als ik het echt een keer netjes gewoon volgens Project Gezond doe. En geen patat ga eten of eten ga bestellen. Moeilijk. Ik vond het wel super moeilijk. Maar ik heb het bijna een hele week volgehouden. Ik moet nog een weekend. Dat is vaak het lastigste, dat weekend. Maar goed. Tot zover, so good. Niks gratis gekregen trouwens bij Jumbo. Nu ik eens over nadenk, denk ik van wat wilde ik nog zeggen. Ja, ik heb niks gratis gekregen. Nou ja, Albert Heijn natuurlijk niet. Want dan ben ik gewoon naar de winkel geweest. En voor de rest heb ik dus ook geen andere dingen gekocht dan alleen dat. Aan huishoudelijke producten dan. Hè? Dingen die bij de boodschappen zitten. Ja, dus waren de boodschappen weer. Hoop dat jullie er iets aan hebben. Dat jullie iets hebben van nou, dat ga ik ook deze week eens een keertje eten. Of... laat me even weten wat jullie gaan eten deze week. Misschien heb je een ideetje. Niet te moeilijk. Geen moeilijke recepten. Dat vind ik echt ingewikkeld. Makkelijke recepten wil ik best wel eens een keer uitproberen in een video. En dan laten zien hoe dat dan gemaakt wordt. Maar te moeilijk, dat... nee, daar beginnen we maar niet aan. Nee. Ik dank je wel voor het kijken weer naar deze shoplog. Vond je hem leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven. En te reageren hieronder in de reacties. Abonneren natuurlijk op de abonneerknop, belletje aanzetten. Dan mis je geen enkele video meer. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe shoplog, vlog of een ander soort video. Fijn weekend, doeg!